zijn weer in Walibi, jongens. Dit kan niet, dit is niet normaal. Een groep van 100 man. Ja. Maar we gaan nu even in de rij staan en dan komen we zo bij jullie terug, want we moeten even snel alles doen. Shot. Weet je wat ook mooi is? We moeten hier even slow-mo van gaan maken. Een space shot, als je naar boven schiet. Gast. En dan gaan we daarna naar een teent, toch? Space shot. Hiervoor is er nog niks opgeschoten. Maar Space Kids daarentegen, die is wel helemaal in elkaar. Ik kan het denk ik garanderen dat de kartbaan ook niet open gaat. Ik heb al ideetjes gehoord over deze plek, wat ze ermee gaan doen. Is in de vorige vlog, die binnenkort online komt, daar is te zien wat we denken. Of wat we denken. Ja. Godverdomme, meteen de combo geweest. Ja. Maar ja, dus de kartbaan gaat gewoon weg, dames en heren. Nee, jongens, ik zit nu hier op het terras van Hacienda en ik ben even aan het wachten op Mick, want die is nu op de wc. Ik ben nu dus ook bij Condor. Ja, ik mag niet te veel te vertellen, maar we zijn nu weer wel zondag de 31ste. En ja, we zijn alweer in Walibi natuurlijk. Maar hier komen even een paar mooie shots van Condor. Kijk. Hacienda is dus ook helemaal leeg, die is de uitgang, maar kijk jongens, Hacienda is helemaal leeg. De Walibi zonder bril gekocht, ik vind hem echt lelijk. Nou, maar we gaan nu... ik heb hem ook, maar ik vind hem echt lelijk. We gaan nu even wat eten en dan komen we zo bij jullie terug als we even gaan eten. Vergeet om te filmen, maar we hebben net even wat gegeten. Ik ben nog even Space Kids geweest voor de credits. Ik kan Merlin niet meer aan, man. Merlin, ze hebben net ook een keer geweest. Ik voel me echt misselijk. Ja. Door dat ding, ik word spuug misselijk. We hebben nu gereserveerd voor... hadden we al heel lang... Voor een tent, al 50 minuten. Dus we gaan er nu even voor... Even kijken hoe lang... Hoe lang moeten we nog wachten? We gaan nu even inchecken bij een tent. Nee, ik durf het wel, maar... Ik durf wel gewoon in de reuzenrad, jongens. Kijk dan. Oh, wat goeie. Shit, wel. We kunnen hier ook een mooie shot uit maken. Ja. Krijgen we nog copyright? Ja. Mooi crazy op de achtergrond. Je ziet het wel in de vlog, Mick. Wat? Nee, niks. Nee, als je hem ingezoomd. Nee, niks. Jongens, oh shit. Man, bro, dit windje, man, bro. Nou, jullie kunnen. Jullie krijgen nu wat shots te zien, toch, Mick? Toch? Wat? Ja, ze krijgen nu wat shots te zien, toch? Voor mij, man. Oké. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see you. We hebben het een teen gedaan. Eén keer net even 6 of 7 keer in het reuzenrad. Mick die is nu even aan het bellen met zijn oom of zo, weet ik. Maar het is wel een groot ding, zeg maar. We zijn er een paar keer in geweest, maar een beetje awkward om zo te filmen. Maar goed, hè? We doen het gewoon, we hebben scheid. Maar we gaan nu even naar Spiegel of Sound, want daar hebben we nu voor gereserveerd. Het is wel
druk, maar ook weer niet. Bij de achtbaan is het druk. Bij de normale attracties niet. Hier is het ook helemaal niemand bijna. Maar ja, het is wel helemaal uitverkocht. Dus als, het zo, als dit is uitverkocht en als dit is met Friday Night, is heel chill. Hopelijk gaat Friday Night nog door. We gaan nu even Speed of Sound in. En dan, ja, dan zien we, ja, zie ik jullie zo weer terug. We zijn net hoeveel keer in? Nee, wel 5 of 6 keer. Nee, man. Jawel. 2 keer was kloten met die beugel en 2 keer mocht wel. Huh? 2 keer kloten met beugel, 2 keer mocht wel. Ja. Dat is 4. 2 keer. We mochten wel vaker helpen hoor. Nou jongens. We hadden wel van net een lachen. Ja, wel. Waarom film je zo naar beneden? Omdat het awkward is om zo omhoog te filmen. Helemaal voort. Oké, maar. We zijn nu dus in de Playland en Senko is nog steeds niet. Nee! Niet doen. Senko is nog steeds. Dead. Is gewoon nog steeds dood. Het is zo. Ja. Nu wordt een roosmiddag dit hoor. Ja, maar. Ik ging hem dus net pranken, want hij zat dus in. We zaten dus in de Spinning Vibe. En hij had zijn beugel naar beneden gedaan. En ik zei tegen een medewerker, mag ik nog even hem irriteren? Dus ik druk die beugel vol naar beneden. Ja, ja natuurlijk. Dan heb ik daarna een plannetje met hem. Ja, maar hoe had je het besproken? Ja, jij deed zo, dat zag ik. Nou, mag ik nog een keer? Ja? En toen zei ik... Dus hij zei tegen jou, doe de beugels maar naar beneden. En toen sprong ik eruit en dan drukte ik hem even aan. Ja. Nou lekker, maar we gaan nu even in Lost Gravity en dan zijn we zo weer terug. We gaan heel lang staan, man. Ja. Oh, nee. Het kan gewoon niet, maar we gaan nu even in Lost. Misschien. Oh. Het is super rustig in het park nu. Het is bijna het laatste uur. En ik vind het weer awkward om te filmen zo, maar goed. Scheid. Maar ga maar lekker een blast. Ik ga niet in bles. We gaan nu naar Untamed. We hebben net al heel veel gedaan. En ja, we gaan als we straks... Ja, we komen straks weer bij jullie terug. Als we... Als het einde is. Ja, dan komen we er nog een shot set rustig gehad. Want dan gaan we ook nog even in. En dan is de outro dus. Ja, tot zo. En dit was weer het dagje Walibi. Daar is nog mooi Merlin. Untamed. Die draait nog volop door. Ja, ik weet niet waarom. Ja, het staat natuurlijk gewoon nog een dikke rij. Maar wij gaan hier bij de vlog afsluiten voor vandaag. En hopelijk vonden jullie deze video tof. Laat dan even een duimpje omhoog achter. En abonneer. En druk op het belletje. En dan blijf van onze video. Ja, en dan zien we jullie weer bij de volgende video. Later!